sowieso geen ijs in je aquarium gaan doen. Geen bevroren waterflessen, geen ijskoud water om het aquarium mee te versen. Want dan krijgen de vissen die krijgen echt een soort klap, omdat het in één keer enorm van temperatuur schommelt. 2. Je moet ook niet je filter uitzetten, want de vissen die doodgaan door warmte, komt niet door de warmte zelf, maar door een zuurstoftekort. Doe je dus je filter uitzetten, heb je minder stroming, minder gasuitwisseling en dan stikken ze. Nummer 3. Gewoon helemaal niet in je aquarium kijken. Want ja, als je vissen in de zomer allemaal bovenin zwemmen, dat is dus gewoon een zuurstoftekort.